En weer terug bij Cultuur in Actie. En inmiddels heb ik Roeland Dekkers naast mij zitten. Hij is zakelijk directeur van het theatergezelschap De Bonte Hond. En jij vertelt nu net aan mij dat je binge-watcher bent op het ogenblik. Vertel, wat aan dit programma. Ja, voor ik dit vind programma. Het echt geweldig, eerlijk gezegd. Ik geniet er zo van. Ik heb zo'n laptop. En mijn kinderen, iedereen wordt er helemaal gek van. Ik neem de laptop de hele tijd mee. Naar de douche, naar het toilet, naar de keuken. Dat vind ik echt heel overdreven. Ik bedoel, ik vind het heel erg leuk om dat te horen. Ja, maar ook heel erg overdreven. Ja, dat is het ook. Maar weet je wat zo fijn is? Iedereen spreekt zich uit over de waarde van kunst. En dat vind ik heerlijk om eens te horen. Ik vind het zo leuk om te horen, want het zijn hartstikke ingewikkelde omstandigheden. Ook voor ons, ook voor ons gezelschap, voor jeugdtheater. Maar dat iedereen zegt hoe belangrijk het is. Je krijgt er energie van. Ik vind het heerlijk. Echt waar. Veel beter dan Netflix. Zet Netflix maar af. Dit is veel leuker. Nou, ga jij dan ook maar eens vertellen aan mij. Vertel mij eerst dan maar eens wat theatergezelschap De Bonte Hond is. Want anders dan blijft het zo diffuus. En daarna moet je gaan vertellen wat dan het belang is. Ja. Ook, zodat andere mensen weer geïnspireerd worden. Kijk uit. Maar wat is theatergezelschap De Bonte Hond? Ja, Bonte Hond is een jeugdtheatergezelschap van Almere. Wij maken Flevopolder. Flevopolder. Regio. Het is echt regio. Nee hoor. Het is, wij zeggen altijd van Almere tot India. Zeker. Zo? Nou ja, we spelen in Almere, we spelen in Flevoland, we spelen door heel Nederland, we spelen in Europa. En we worden ook uitgenodigd in Moskou, hebben we afgelopen jaar gespeeld. In Amerika, ja, het gaat niet meer gebeuren. En blijkbaar India dus. En ook in India. En dat gaat zeker niet meer gebeuren. Nee, dat gaat zeker niet gebeuren. En wat doen jullie dan? Jeugdtheatergezelschap? Ja, we maken voorstellingen voor kinderen, voor jongeren. Ja. Ja, voor kinderen. En doen jullie dat in het theater of doen jullie dat ook op scholen? Ja, we doen het eigenlijk overal waar kinderen zijn, zeg ik altijd. Zeker in theaters, we doen het op scholen, we doen het in buurthuizen, we doen het met maatschappelijke organisaties, we doen het in parken. We doen het eigenlijk overal. Maar theater zijn natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ja, en kinderen hebben we het over van hoe oud tot hoe oud? Van 2 tot 18. Plus alle ouders erbij. Gelukkig zeg je niet van 8 tot 88, want dat is echt zo'n gangbare. Ja. Nee, pak hem heel anders. 2 tot 18, maar dat betekent wel, 2 is natuurlijk wat anders als je daar theater voor maakt dan 18 jaar. Ja, nou, dus kijk, ik zeg altijd, jeugdtheater, dat is zo leuk, maar ook zo lastig, omdat het publiek verandert om de 2 jaar. Als je volwassen theater maakt, maak je 1 ding. Hoepsakee. Nou, van 18 tot 88 dan maar even. Maar jeugdtheater, om de 2 jaar moet je wat anders maken. Ja. Want een peuter is heel anders dan een 6-jarige. Een 6-jarige praat heel anders dan een 8-jarige. Dus je moet elke keer inzoomen op het publiek. Ja. Wat doet dat publiek en wat wil je daarmee? En liggen jullie nu helemaal stil door de coronacrisis? Ja, in principe hebben we natuurlijk alles geannuleerd. Alle voorstellingen, alle jonge makersproject, we hadden een grote zaalvoorstelling, we hadden een voetbalvoorstelling. Alles is stilgelegd. Maar meteen heb ik gezegd, het is des te belangrijker in deze tijd om te laten zien dat er kunst, cultuur, theater is. Dus ik heb de kunstenaars gevraagd, maak een vorm die we kunnen doen, wat we online kunnen doen. Nou, voorbeeld. We hoorden van scholen dat de musical van groep 8 niet doorging. En toen zei onze regisseur, weet je wat, we gaan gewoon een thuismusical maken. Dus we hebben een tekstschrijver de opdracht gegeven, een componist, scènes geschreven. Die kun je voor je beeldscherm opnemen. Het wordt in elkaar gezet en er is toch een musical 8. En want een groep 8 is de groep die dan van de lagere of de basisschool naar de middelbare school gaat. Ja. En die dan altijd met een eindmusical komt. Ja, het is de afscheid. Al de 100 jaar. Ja, het is de afscheid. Dus het afscheid van de jeugd, zal ik maar zeggen. Van de vroege jeugd. Ja, van je juf en alles. Ja. Kijk, en het is niet wat je altijd wil doen. Nee, ik zeg niet dat dat dé oplossing is. Maar wat je wil doen is kunst en cultuur inzet om kinderen te inspireren. Normaal gaan jullie dan langs een school en helpen jullie zo'n school. Maar dit is dus voor een heleboel scholen kunnen hieruit putten, of niet? Ja. We hebben dat zeg maar met partners in de stad gedaan. Collage, de onderwijsinstelling, met vlek. Gezegd online, van net als lesgeven, als het ware. Ja. En enig idee hoeveel scholen daar nu mee aan de gang zijn? Ja, er zijn in ieder geval dat gaat weer per klas dan, niet per school, want de hele school gaat niet. 11 scholen zijn er. De inschrijving is nog open. Dus als je denkt, je moet je inschrijven. Ja, want wij gaan natuurlijk daar. De videomensen moeten ingezet worden, de filmpjes moeten opgestuurd worden. Dus je moet je inschrijven en dan krijg je het hele pakket gewoon thuis. En
En dan gaan jullie dan ook kijken naar het resultaat. Het zou ook heel leuk zijn om dan het resultaat te kunnen zien. Op ja, we willen toch kijken of we dat met z'n allen wel kunnen beleven. Dus dat die hele school achter dat scherm zit. Gelukkig gaan de scholen nou weer open. Dus we gaan misschien een andere vorm doen. Ja. Dus het is de hele tijd aanpassen wat je kan, wat er mogelijk is. Het klinkt wel leuk, maar aan de andere kant. Ik weet nog, dat is heel erg lang geleden. Maar ja, goed, je doet dat voor je ouders. En voor de ouders van je medeleerlingen. Ja. En inderdaad afscheid van de juf of de meester. Maar voor een publiek. Dat is er niet op dit moment. Ja, nee, kijk, dit is één educatieprogramma wat we doen. Op zich maken we voorstellingen voor in de theaters, voor op de scholen. Nee, dat kan er gewoon niet. Maar ook die scholen kunnen dat niet voor een publiek doen. Nee. Dus het is een beetje in het wilde weg. Ja. In het luchtledige. Ja, dat is zo. Maar kijk, dat is natuurlijk zo. En de hele discussie gaat daar natuurlijk ook over. Kunnen we spelen voor 30 mensen, voor 100? Kun je dat terugverdienen? Nou, voor theater is dat extra ingewikkeld, voor jeugdtheater. Want wij willen de kaartjes laag houden, kaartjesprijs, maar een tientje. Dus heb je 30 kinderen, ja, hoe ga je dat doen? Maar ik vind die discussie niet helemaal kloppen. Voor mij gaat theater, jeugdtheater, kunst en cultuur over creativiteit, over verbeeldingskracht. Ja. Hoe meer dat er is, en vooral bij kinderen, nou trouwens bij ouderen ook, je ziet dan nieuwe dingen die er eerst niet waren. Je raakt geïnspireerd. Je ziet oplossingen voor nieuwe situaties. Daar gaat kunst en cultuur over. Dus ik denk in deze situatie, waar we allemaal nieuwe situaties. Kijk nou hier toch eens even allemaal. We moeten allemaal nieuwe dingen gaan verzinnen. Straks gaan we uit die crisis. Er komt weer een nieuwe crisis misschien. Ja. We moeten die wereld verandert de hele tijd. Dus hoe meer we creatief zijn, hoe meer we die verbeeldingskracht aanzetten, hoe beter we voorbereid zijn in deze wereld. En daar zou kunst en cultuur over moeten gaan. Nou ja, waarbij jullie inderdaad nu in die zin zijn geswitcht van mensen als publiek te inspireren naar zelfwerkzaamheid. Om iets te doen met kunst en cultuur. Want daar gaat het in feite nu over. Nou ja, voor die scholen. Ja, en dit is alleen maar met scholen. Ja. Met jonge makers, bijvoorbeeld Floyd en Henke, hebben een televisieserie gemaakt. Zouden een voorstelling maken? Ja, kan niet. Ja, zetten we het op tv. Dus het gaat erom dat je doorgaat. Ja, dat je maar gewoon, goed, dat is makkelijker gezegd gedaan. Ja. Want ik had hier net televisieregisseur aan tafel. Ja. En die zei, het grote probleem is juist nu weer om drama dingen en überhaupt iets theatraals te doen. Ja. Ook op televisie, vanwege die anderhalve meter en dat soort dingen. Dus dat is ook weer ingewikkeld. Maar dat is ook zo. Ja. En het is ook ingewikkeld. En ik heb ook niet de oplossing. Nee. Maar ik denk, in deze tijd moet je laten zien dat er kunst en cultuur is. En dat je het juist nu nodig hebt. Ja. Juist nu, denk waarom? Ik dan. Want ik had je al gedreigd. Ja. Wat is het belang dan van kunst en cultuur? Nou, kunst en cultuur geeft volgens mij hoop. Kunst en cultuur vertellen verhalen over wie we zijn. Leert ons reflecteren op de wereld. En juist nu, nou, die wereld zo verandert. We zitten in zo'n rare situatie. Ik loop met die laptop de hele dag rond. Ja, je zei net op de wc zelfs. Op de wc. Nou, en dan ook alleen nog maar naar gesprekken zitten. Nou ja, niet alleen gesprekken, maar wel voornamelijk gesprekken zitten kijken. Nee, maar de wereld verandert zo snel. Het is wat kunst en cultuur doet, het laat je reflecteren. Het laat je een andere wereld zien. Het laat je creatief worden. En juist nu de wereld zo verandert, heb je dat nodig. Dus ik vind ook eigenlijk, kunst en cultuur zou gewoon de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van Nederland moeten zijn. Research and development, om maar eens eventjes dat goed te zeggen. En daar zou in geïnvesteerd moeten worden. En niet steeds dat kostenplaatje, halen we het nou precies eruit? Nee, dat halen we niet. Halen we het er nou precies uit? Dus al die dingen, juist de ongesubsidieerde. Zijn jullie gesubsidieerd? Ja, we krijgen subsidie. Ja. Dat bedoel ik nu niet lullig. Maar ongesubsidieerde dingen hebben wel degelijk ook te maken met een verdienmodel. En ik weet dat gesubsidieerde gezelschappen zoals jullie ook je eigen broek een beetje moeten ophouden. Ja. Maar dat is nog veel minder urgent dan. Maar dat is zo. Ja. Maar dat is zo. En we zijn hartstikke blij met de subsidie. Maar waar het om gaat is dat het te veel gekeken wordt van het verdienmodel. Van, in mijn geval dan jeugdtheater. En dat is zo ingewikkeld. Ja. Ik moet daar toch iets op zeggen. Ja. Ik zag laatst Hans Kesting op televisie vertellen dat het hem geen donder uitmaakte of hij voor 30 of voor 200 mensen speelde. Sterker nog, dat 30 eigenlijk wel leuker was, omdat die tenminste heel erg gefocust waren op wat ze zagen. En 200 misschien niet. En toen dacht ik, dat kan jij makkelijk zeggen, want jullie worden gesubsidieerd. En behoorlijk ook. En dan kan je dat makkelijk zeggen, maar een heleboel vrije producenten ook al net aan tafel gehad. Ja, die zijn wel afhankelijk van die 200. Ja. Die kunnen niet zeggen 30 is voldoende. Nee, dat klopt. Alleen we zouden uit moeten stappen van de hele tijd verdien ik het terug met mijn aantallen in de zaal. Ja, dat begrijp ik. Natuurlijk is dat belangrijk. En natuurlijk, als je geen subsidie krijgt, is het nog moeilijker om dat te doen.
Maar het gaat wel om iets groters. Zowel vrije producenten als gesubsidieerden, als musea, als muziek, als dichters. Het gaat allemaal om inspiratie. Ja. Daar gaat het om. En als je geïnspireerd bent en die verbeeldingskracht bij kinderen kan doen, dan wordt deze wereld gewoon beter. En daar gaat het om. En dan is er nooit genoeg geld daarvoor. Nou, ik kan je vertellen dat jij in elk geval enorm hebt bijgedragen aan mijn inspiratie nu. En ik hoop van iedereen die kijkt. Hoeveel mensen vertegenwoordig jij, denk je, als jij je handtekening zet? Ja, ik ben maar opgehouden te tellen, dat snap je, hè? Ja, nou, dat is goed. Maar we willen toch een getal. Nou, we hebben ongeveer 15 mensen op kantoor. We brengen iets van 7 producties uit. Dus er zijn ongeveer 70 mensen voor en achter de schermen. Dramadocenten hebben we, jonge makers. Dus ik heb het afgerond op 125. Maar dan noem ik niet die 30 scholen die allemaal met ons meedoen. Nee, we doen 125. En ik wil je heel hartelijk danken voor je inspirerende verhaal. Nou, graag gedaan. Dankjewel. Ga je handtekening zetten. Roeland Dekkers, dames en heren, zakelijk directeur van theatergezelschap De Bonte Hond.